Beste studenten, nieuwe opnamedag, nieuw t-shirt, zelfde docent. In deze video ga ik uitleggen wat de technische eisen zijn die we stellen aan jullie eindopdracht, aan wat je moet gaan maken. En ga ik uitleggen waar we jullie gaan helpen, wat je allemaal kan doen qua techniek, wat er op de TU Delft beschikbaar is. Dus dit gaat echt over de techniek. In de andere video heb ik meer over het proces, wat je wanneer moet doen. Oké, we gaan dus met z'n allen een Rube Goldberg machine maken, een kettingreactiemachine, waarbij elk onderdeel dat elk groepje maakt een demonstratie is van een natuurkundig fenomeen. De criteria waar je op beoordeeld gaat worden en waar jouw opstelling dus aan moet voldoen zijn de volgende. En ik ga af en toe naar beneden kijken, want daar staat mijn speakbriefje. Allereerst, jouw demonstratie duurt vanaf het moment dat je de knikker van je buren krijgt tot het moment dat je dezelfde of een andere knikker doorgeeft naar de buren aan de andere kant, 10 tot 60 seconden. Zo lang mag je demonstratie duren. Je moet ervoor zorgen dat die knikker de demonstratie triggert. Die moet hem in werking zetten. Je mag de knikker niet als klok gebruiken terwijl er iets gebeurt en dan als er iets misgaat dat hij alsnog doorgaat. De knikker zet jouw demonstratie in werking. Knikker mag er onderdeel van zijn. En aan het eind zorgt jouw demonstratie ervoor dat dezelfde knikker of een andere knikker weer wordt doorgegeven aan de groep naast je. De knikker kan de opstelling triggeren. Je kan bijvoorbeeld de knikker ergens tegenaan laten botsen, dat dat iets in werking zet. Hij is van metaal, dus je kan hem als schakelaar gebruiken. En in de houder die jullie krijgen, kom ik straks op, zitten gaatjes waar je bijvoorbeeld ook een LDR in zou kunnen doen. Dus je kan detecteren dat hij langskomt op basis van het onderbreken van wat licht. Het zijn allemaal verschillende manieren waarop je dat kan detecteren. Dat moet je opstelling triggeren. Dan heb je tussen de 10 en de 60 seconden de tijd om te laten zien wat jullie opstelling is. Het gekozen natuurkundig fenomeen moet goed zichtbaar zijn. Het moet niet een zwarte doos zijn waar je zegt, hier binnen gebeurt dit hoor. Wij moeten gewoon kunnen zien als publiek welke natuurkunde je aan het demonstreren bent. Je mag op zich een meting doen waarbij je dan heel duidelijk maakt, dit gebeurt er, dat zijn we hier aan het meten. Kijk maar naar deze getallen. Maar dan moeten we die getallen op een goede display kunnen zien, niet op een laptopscherm. Je zou bijvoorbeeld ook in plaats van getallen een aantal ledjes kunnen gebruiken die steeds meer oplopen in temperatuur, zoiets. Maar we moeten dus goed kunnen zien wat er gebeurt. Je mag daarvoor natuurlijk je Arduino gebruiken. Je mag, als je dat zou willen, een Raspberry Pi gebruiken. Die hebben we op voorraad, als dat nodig is voor je opstelling. Als je helemaal geen elektronica nodig hebt, ook prima. Je mag alleen niet je laptop erbij gebruiken. Dat is expliciet niet de bedoeling. Je volledige opstelling moet zichtbaar zijn met een camera die stilstaat. Je moet een filmpje maken aan het einde met een stilstaande camera die je volledige opstelling kan in beeld krijgen. We gaan aan het eind natuurlijk een video maken van de volledige kettingreactie. Dus dat zorgt ervoor dat dat opnemen ook goed gaat. Zoals je misschien al gezien hebt, zal je bij de tweede assignment moeten gaan rekenen aan je demonstratie om te laten zien dat hij het gaat doen. Dat betekent dus wat je kiest als onderwerp, daar moet aan te rekenen zijn. Je moet met een berekening kunnen laten zien dat wat je in beeld wil brengen, wat je wilt demonstreren, dat het ook gaat lukken. Dat kan betekenen dat je nieuwe wiskunde moet gaan opzoeken of nieuwe natuurkunde die je nog niet kent. Dat is prima. Je hoeft niet je te beperken tot natuurkunde die je al kent. Je mag best natuurlijk je in moeten lezen in de demonstratie die je wil maken. Heel belangrijk is robuustheid. Tijdens de demonstratie moet het goed gaan. Je mag niet ingrijpen met de hand. Dus als jouw knikker een stukje moet rollen, dan zorg je ervoor dat het kanaal waar hij rond breed genoeg is en de randjes hoog genoeg zijn, dat hij niet de helft van de keren eruit valt. Want hij moet het elke keer doen, zodat je zeker weet dat als hij onderdeel is van een opstelling van 50 van deze opstellingen, dat die gehele opstelling het gaat doen. Ik ga dus heel goed letten bij de beoordeling of je een robuuste opstelling gemaakt hebt en ervoor gezorgd hebt dat het niet fout kan gaan. Aan het einde moet je ervoor zorgen dat je de knikker weer doorgeeft aan de volgende groep. Dat hoeft niet dezelfde knikker te zijn. Je mag detecteren dat er een knikker binnenkomt, dan jouw demonstratie laten afgaan. En aan het einde zorgt jouw demonstratie ervoor dat er weer een knikker doorgegeven wordt. Ik heb het de hele tijd over doorgeven van knikkers. Hoe gaan we dat? Nou, dat zijn de eisen die wij sowieso stellen. Wat we van jullie vragen is dat je ook nog zelf met twee extra eisen komt. Twee extra eisen waarvan je zegt, wij willen dat onze opstelling zich ook hieraan voldoet.
Denk daarbij natuurlijk terug aan de laatste ontwerpopdracht waarbij je ook zelf je eisen opgesteld hebt. En bepaal vandaag als groepje wat die eisen gaan zijn. Je zal zien in het template van de eerste assignment dat het daar heel netjes in staat. Voeg hier nog twee eisen toe. Nou, ik heb het de hele tijd gehad over het krijgen en doorgeven van die knikker. Hoe gaan we dat nou precies doen? Als jullie volgende week naar Delft komen voor het doormeten van je chips, dan krijg je per groep een aantal dingen. Ten eerste een verhuisdoos. Het idee is dat je je opstelling bouwt in die verhuisdoos. Je kantelt die verhuisdoos zodat de open kant naar je toe kijkt. En dan ga je ervan uit dat je vanuit het linkerhandvat een knikker doorgegeven krijgt van het groepje naast je. Binnen die verhuisdoos bouw je je opstelling. En aan het eind van de opstelling, aan het eind van de demonstratie, geef je die knikker of een nieuwe knikker weer door het rechterhandvat naar het groepje aan die kant. Die hem daar opvangt en weer verder gaat. Je mag in uitzonderlijke gevallen de verhuisdoos die je krijgt verticaal doorsnijden om hem uit elkaar te trekken, zodat je iets meer ruimte hebt. Maar ik adviseer jullie om binnen die verhuisdoos te blijven werken. Ten eerste is het dan veel makkelijker om hem mee te nemen naar Delft als je hem daar gaat demonstreren. En ten tweede zie je dan veel beter een lijn van al die verhuisdozen. Dan even over dat doorgeven van die knikkers. Het ene groepje zal een knikker afschieten en het andere groepje zal hem uit een emmertje laten vallen. Dat is nogal onvoorspelbaar. Dus wat we gedaan hebben, Turi heeft een houdertje gemaakt en daarvan krijgen jullie er twee. Die kan je in die handvaten klikken. Je krijgt jouw knikker onderuit dat houdertje. Wat er in dat houdertje namelijk gebeurt, is de groep voor jou laat hem er bovenin invallen. Dan rolt hij naar jouw kant en valt hij weer naar beneden. Op die manier weten we zeker dat iedereen op dezelfde manier die knikker krijgt. Jij moet er dus ook voor zorgen, jullie moeten er dus ook voor zorgen, dat die knikker in het tweede houdertje bovenin erin valt. En op die manier weten we dus heel zeker dat iedereen gewoon vanuit kan gaan. Oké, die knikker komt, ongeacht hoe hard hij erin gaat, hij valt, dat laatste stukje kan ik hem oppakken. Die houdertjes krijg je 10, 12 of 17 mei mee. Het ontwerp daarvoor zullen we natuurlijk alvast op Brightspace zetten, zodat je weet wat je kan verwachten. Ik heb Judy even gevraagd om een voorbeeld te maken. Het ziet er dan ongeveer zo uit. Volledige doos, houdertjes en een knikker. Let's go! Deze opstelling zou natuurlijk een dikke onvoldoende krijgen vanwege een flink aantal redenen. Ten eerste, Turi moest ingrijpen. Er gebeurde helemaal niks in het midden. Hij moest de knikker oppakken en bovenin er weer ingooien. Ten tweede hing het zeg maar van duct tape en papier aan elkaar. En als hij het drie keer achter elkaar zou doen, zou het instorten. Maar wat ik hoop dat jullie gezien hebben, zijn de houdertjes aan beide kanten. Die jullie dus ook gaan krijgen. En hoe die doos georiënteerd is. Daarbinnen ga je je opstelling maken. De mate van die doos zetten we ook op Brightspace, maar dat is pas een latere zorg. Voor de eerste week ga je vooral nadenken over welk natuurkundig fenomeen wil ik nou eigenlijk demonstreren. De tweede week ga je rekenen aan, gaat dat lukken en hoeveel gaan we dan zien? En daarna ga je ontwerpen, ga je kijken hoe gaat die opstelling er daadwerkelijk uitzien. We hebben qua technische ondersteuning hebben we een aantal dingen waar je gebruik van kan maken. Zoals ik in de procesvideo uitleg, kan je materialen kan je bestellen die je niet hebt. We hebben bij natuurkunde op de TU Delft een makerspace. Daar kan je zelf aan de slag met solderen, zagen, boren. De standaard gereedschappen om iets te fabriceren, die kan je daar vinden. De eerste paar weken gaan jullie nog echt op papier ontwerpen, ideeën uitwerken. Ik zal later, als je aan de slag gaat om daadwerkelijk te gaan fabriceren, zal ik jullie een video laten zien van hoe die makerspace eruit ziet en wat je daar kan verwachten. In de procesvideo leg ik al wel een beetje uit hoe het gaat rond de coronamaatregelen en die makerspace. In die makerspace is ook ruimte voor 3D printen en lasersnijden. Jullie hebben lasersnijden al gedaan als onderdeel van een van de ontwerpopdrachten. En dus je weet wat daarmee kan. Dat kan je ook hier weer gebruiken. Als je denkt ik moet een stukje lasersnijden of als je denkt ik moet een stukje 3D printen. Dan kan je een ontwerp naar ons sturen. Dat gaat via Brightspace en dan wordt dat gemaakt. Krijg je een bericht op het moment dat het klaar is. Voor nu, komende week, gaat de focus heel erg zijn op wat wil je nou eigenlijk gaan doen. En net als altijd bij ontwerpen gaan we eerst breed. Gaan we eerst veel verschillende ideeën hebben. En daarna gaan we kijken, oké, welk van deze ideeën is het best gegeven de criteria die we zelf hadden. Welke is het best uitvoerbaar.
Jullie gaan als groepje, gaan jullie een hele hoop ideeën bij elkaar gooien om daarna te beslissen welk van deze ideeën gaan we uitvoeren. Het is niet gek dat die ideeën geïnspireerd zijn op dingen die je gezien hebt in de wereld. Misschien heb je wel een YouTuber gezien die ooit een demonstratie gemaakt heeft waarvan je dacht, oh, dat wil ik ook. Of misschien heb je wel op de middelbare school een proef gezien waarvan je dacht, dat wil ik ook nadoen. Allemaal prima, maar zoals dat hoort als goede wetenschapper, moet je wel referenties geven waar je inspiratie vandaan komt. Dus in het assignment wat voor de eerste opdracht klaar staat, wordt heel duidelijk gemaakt, wat is je idee, welke natuurkunde zit erin, waar komt de inspiratie vandaan. Als je dan als groep genoeg ideeën bij elkaar verzameld hebt, ga je samen zitten, leg je de ideeën langs de criteria en ga je beoordelen welke hiervan gaat nou het beste zijn om mee verder te gaan. En ook dat vul je in hetzelfde template van die assignment. Dat moet je maandag voor 8:30 ochtends ingeleverd hebben. Doe me een lol als je er eerder uit bent. Lever het alsjeblieft voor het weekend in. Wij gebruiken die assignments om dat door te geven aan jullie mentoren, zodat die zich heel even kunnen inlezen in wat je van plan bent te gaan maken. Dat maakt het eerste mentorgesprek een stuk makkelijker. Aangezien een aantal van jullie dat mentorgesprek al op maandag heeft, is het fijn als we die dingen eerder hebben. Maar de deadline zetten we op maandag, zodat je in ieder geval een weekend ertussen hebt om eraan te werken. Nou, ik heb er heel veel zin in. Ik heb heel veel zin om te kijken naar wat jullie allemaal gaan maken en om straks een gigantische Rube Goldberg machine te hebben. Heel veel plezier met de eindopdracht. Als je het nog niet gedaan hebt, kijk ook nog even de procesvideo. En ga dan lekker met je groep op Teams aan de slag. Bedenken wat je wil maken. Veel plezier!